In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen bezocht dagblad NRC de Nijmeegse wijk Bottendaal. Het beeld waarmee men terugkwam is dat van een oerlinks sociaal paradijs. Overal zouden privétuinen aaneengesmeed zijn tot publieke ruimtes met houten piratenforten of klimrotsen erin. Iedereen die er zijn boodschappen gaat doen, draagt een jutetas bij zich die verraadt dat ze een groenteabonnement hebben. En GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver wordt er ook wel de Yesias genoemd. Het beloofde land, zo blijkt, is dus veel dichterbij dan we altijd gedacht hebben.